Dit is de wereld van battles en headspins, van old school en new school, de wereld van street dance. Ooit overgewaaid uit de Verenigde Staten, nu razend populair in de hele wereld. Ah, absoluut grote sport. Ik denk zelfs wel dat het een grotere sport is het voetbal. Want hip-hop is de dominante cultuur binnen die onder de jongeren. Streetdance is een beetje de verzamelnaam van alle dansvormen die in de hip-hop scene aanwezig zijn. Zowel popping, locking, crumping, house dance, breakdance. En die verzamelnaam is eigenlijk streetdance. Popping is schokkende beweging, korte, strakke stootjes. Locking is een dansvorm met bewegingen zoals de wrist roll, points, de lock, grimassen. En crumping is een agressieve dansstijl, een beetje een gevecht op straat. 5, 6, 7, 8, 1. Wat is nou de kunst van het streetdance? 5, 6, wat zegt u? De kunst van het streetdance? Emotie. Voornamelijk de emotie. En de kracht, energie, persoonlijkheid, karakter. Dat is de kracht van streetdance. Wat is streetdance? Ja, soort, ja, moeten uitleggen. Cool dansen. Ja. Cool dansen. En dat coole dansen wordt op dit WK beoordeeld door een vakjury. Onder meer door deze Shabadou, een van de grondleggers van het streetdance. Around circa 1971 there was a show called Soul Train, in which I was one of the original Soul Train gang, and we kind of did this super soul dance that later became known as locking. The originator was Don Campbell, and then Tony Basil, who had the hit song Mickey. Formed a group called a professional group called the Lockers, and that kind of started the whole street dance revolution as we know it. But what I look for, a common general sort of direction, is does dancer A understand the mechanics, understand how this culture works? Does he or she understand how this dance works? That's what I'm looking at. Wat houdt voor mij in? Ik kan mijn eigen kwijt, maar alles, emotie, noem het maar op. Ik leef het, ik ben het. Ja. Vind je bent of je bent het niet, zo zie ik het. Ik heb veel verder dan alleen sport die je beoefent. Ik denk dat streetdance wat wij doen is een onderdeel van de hip-hop cultuur. Je staat 's morgens op met een bepaald idee hoe je leeft. Je hebt op alles wat je doet overdag gaat via een bepaald gevoel wat je erbij hebt. Het is eigenlijk je levensstijl. Je gaat er dag en nacht mee om en dansen de hele dag door. Muziek luisteren, je slaapt ermee, je doet er alles mee. Ja. It's the most incredible thing you've ever seen. It's physically demanding, it's challenging, but I would say most importantly for us street dancers, the culture, is the feeling. I think when you walk away, the emotions that you feel, I think that's what separates us from the rest. Oh!